Ja, een historische dag en voor het eerst een juridische kader wereldwijd voor AI. Superlatieven voor de AI Act uit Brussel. Het Europees Parlement geeft groen licht voor de AI-wet. En dan is de vraag, mag dit straks nog? Mevrouw, we krijgen vanuit de beveiligingscamera beeld binnen dat u eerst een blikje bier in uw jaszak heeft gestopt. Ja, in Nederland zijn er inmiddels meer dan 100 supermarkten die dit soort slimme camera's met de AI gebruiken om dieven op heterdaad te betrappen. En wat betekent de wet voor bedrijven die AI-technologie ontwikkelen en chatbots die gebruiken voor de klantenservice? Dat vragen we aan Europarlementariër Kim van Sparrentak van GroenLinks, een van de grote motoren achter de AI-act, en Job van den Berg, hij is medeoprichter van AI.nl en AI-softwarebedrijf The Automation Group. Welkom allebei. Dankjewel. Hallo. Hoi. Ja, Kim is er ook. Heel goed. Kim van Sparrentak, ja, we kenden al de DMA, de Digital Markets Act, de Digital Services Act. Nu dus de AI Act, met een voortraject van jaren. Zijn nu alle hordes genomen? Nou, we zijn er nog lang niet, maar we hebben een heleboel eerste grote stappen gezet om digitalisering in Europa wat meer in goede banen te leiden. Ja. En als het gaat over die AI Act, wat wacht er dan nu het parlement akkoord is gegaan? Nou goed, de AI Act, hij is nu klaar natuurlijk. We hebben hem nu afgesproken, maar dit is denk ik vooral echt een heel erg een eerste stap. Het gaat namelijk heel erg over hoe moeten we systemen maken. Maar we moeten natuurlijk ook nog hele fundamentele discussies gaan voeren, ook in de maatschappij, over hoe we dit soort systemen willen gebruiken en of we ze überhaupt sommige systemen willen gebruiken. Dus dit is echt alleen een eerste stap om wat richtlijnen te geven aan hoe dit soort systemen gemaakt moeten worden. Ja, want zo'n wet die regelt natuurlijk niet de maatschappelijke discussie. Maar wat staat erin? Wat mag er straks allemaal niet meer? Er zijn een aantal dingen die niet meer mogen. Bijvoorbeeld gezichtsherkenningscamera's in de publieke ruimte die gewoon zomaar kunnen weten, oh, Jantje gaat nu de H&M in en Pietje gaat nu de Albert Heijn in. Nou, dat mag niet. Dat is echt wel een grote overwinning, want het is iets wat de Europese landen heel graag wel wilden kunnen doen. Ja, die slimme camera's zijn dat, hè? Die zelf gezicht herkennen. Ja, precies. Echt hele slimme camera's. Ze ook wel dom hoor. Ze maken ook wel fouten soms. Maar in principe dat soort slimme camera's. En daarnaast hebben we het ook voor elkaar gekregen. Bijvoorbeeld emotieherkenning. Op de werkvloer niet meer mag. Omdat we weten dat soort systemen gewoon niet echt goed werken. Emotieherkenning? Heel belangrijk. Ja, emotieherkenning. Ben jij aan het liegen? Ben jij nerveus? Ben jij blij? Niet blij genoeg. Dat soort dingen die worden steeds vaker ingezet ook op de werkvloer om te kijken door bedrijven om hun eigen medewerkers te controleren. Yes. Bijvoorbeeld in een callcenter. Of jij wel een leuk genoeg callcenter-medewerker bent. Nou, ik ben meteen aan het glimlachen, merk ik. Ja. Ja, precies. Nou, daarom willen we dat dus niet. En er zijn ook systemen die beweren dat ze dingen kunnen. Denk aan een camera die je gewoon op mensen kan richten. En dan kan je zien op welke politieke voorkeur ze hebben. Nou, dat soort systemen die natuurlijk echt hartstikke gevaarlijk zijn in een democratie. En waarvan ook echt niet bewezen is dat ze werken. Dat soort systemen hebben we ook voor. Deze AI-act is een feit. En wat kun je als bedrijf doen om je voor te bereiden op de nieuwe regels? Dat en meer bespreken we met Europarlementariër Kim van Sparrentak van GroenLinks en Job van den Berg, medeoprichter van AI.nl. Ja, Kim, nog heel even. De Olympische Spelen komen eraan. Frankrijk wil duizenden camera's met AI inzetten om verdacht gedrag op te sporen. Mag dat nou dus niet meer? Ja, nou, die verboden gaan over een half jaar pas in. Dus ik ben bang dat ze dat nog steeds nu nog wel kunnen gaan doen. Want het is natuurlijk in augustus. Dus ja, dat is wel echt stom dat net niet op tijd is. Want dit zijn nou het soort systemen. Ja, het is bijna dystopisch natuurlijk. Dat je gewoon de hele tijd al gevolgd kan worden. Terwijl je nog niks misdaan hebt. Dat is wel echt frustrerend. Maar misschien aan de andere kant gaat Frankrijk het nu niet helemaal aanleggen. Omdat het natuurlijk zonde van je geld is als je het na een half uur gewoon weer moet uitschakelen. Ja. En Job van den Berg, ben je even enthousiast als Kim van Sparrentak over deze nieuwe AI-act?
Ik ben zeker enthousiast en het is ontzettend goed dat dit effectief wordt. Voornamelijk om de reden dat heel lang was verantwoord en ethisch gebruik van AI een soort van keuze. En deze wet dwingt echt af dat het niet een keuze is, maar dat elk bedrijf bij elke AI-oplossing verplicht nadenkt hoe je dat verantwoord en ethisch toepast. En daarmee niet een nice to have is, maar echt in de fundament zit van die AI-oplossing, wat ik heel positief vind. Maar ook dat uiteraard de hele negatieve toepassingen van AI streng verboden worden, hard op gehandeld worden. Zoals die gezichtsherkenning en dat volgen van mensen. Exact, wat natuurlijk evident is. En alleen kon niet eerder komen dat dit werd afgeschaft. Maar tegelijkertijd ook met die lagere risicoprofielen ook al erkend dat er heel veel mooie, goede toepassingen zijn van AI, waar we ook heel blij van worden en heel veel teweeg kan brengen. Alleen ben ik heel kritisch over de uitvoerbaarheid van deze wet. Dat is wel een ding waar ik heel benieuwd naar ben. Nou, AI is eigenlijk een systeemtechnologie, zou je kunnen zeggen. AI bestaat al heel lang, zo heel lang onder ons. Door generatieve AI, door ChatGPT, is het heel bekend geworden. Maar AI bestaat al heel lang en zit al verweven in elk systeem van ieder bedrijf. En is net zoals elektriciteit, zou je bijna kunnen zeggen, overal in verweven. Dus als bedrijf moet je, als ik die wet interpreteer, gaan nadenken, ja, waar zit allemaal AI? En los van het feit dat de definitie van AI is, die wel wordt gegeven, maar nog steeds vrij arbitrair is in mijn optiek, moet je eigenlijk met een soort van stofkam door je hele organisatie heen gaan en gaan kijken wat zijn allemaal AI-oplossingen waarvan de helft waarschijnlijk van een leverancier is waar je mee werkt. Ja, Kim van Sparretak, hebben jullie daaraan gedacht? Is die uitvoerbaar? Ja, nou nee, daar hebben wij zeker aan gedacht. Daarom hebben we er onder andere ook 3 jaar over gedaan. Maar fair punt, want ja, dat is natuurlijk wel een ding. AI zit al in zoveel dingen en algoritmes ook. We hebben in principe gezegd, een systeem moet eronder vallen als er een grote update plaatsvindt. Dus over 2 jaar geldt de hele wet voor iedereen. En als jij al een systeem op de markt hebt, dan geldt de wet alleen als jij een grote, grootschalige update doet die echt impact heeft. Dus dat is al belangrijk om te zeggen. En daarnaast is het echt specifiek voor makers. Dus degene die systemen maakt, daar komen de voornaamste verplichtingen voor. En alleen als een bedrijf of een overheid het systeem gebruikt op een manier waarbij het behoorlijk evident is dat je eventueel mensenrechten zou kunnen schenden, dan komen daar ook verplichtingen bij. Maar in principe is het echt alleen voor degene die systemen helemaal aan het begin maken. Ja, maar Job, jij adviseert veel bedrijven. Nu even direct gratis advies hier op BNR. Wat moet je, laten we even de hoofd ICT die nu luistert van een bedrijf, MKB tot groot, wat moet die nu concreet gaan doen? Want dat ligt dus bij de programmamakers, maar je moet er zelf ook op mee. Ja, nou precies bij die hoofd IT, daar zit juist de crux. Want in al die IT-systemen waar we werken, je facturatiesysteem tot aan je klantendatabase, daar zit allemaal AI in verweven. Inderdaad, dan moet je nu gaan nadenken, A, is het AI, valt het onder definitie? Maar 2, dat is nog wel een belangrijkere, is welk risicoprofiel valt het? Want als het een beperkt risico is, dan heb je onder andere transparantieverplichtingen en informatieverplichtingen. Maar dat brengt nogal teweeg voor een bedrijf om dat in kaart te brengen. En ik hoor Kim inderdaad zeggen van, ja, dat ligt bij de makers. Maar stel jij een bedrijf bent en je werkt met een klantensysteem waar heel veel AI in zit, en inderdaad dat bedrijf moet dat anders gaan aanpassen, dan gaat wel je vitale bedrijfsprocessen worden daarmee geconfronteerd. En dat heeft natuurlijk ook weer effect. Natuurlijk, maar dan moet je toch de makers bellen? Even Microsoft bellen of een van die andere grote techbedrijven die dat voor jou maken? Nou, dat is weer een andere uitdaging, want natuurlijk die techpartij die zit in Amerika en daar heb je zogenaamde foundation models, waar ook weer een regels zijn, natuurlijk een hele afhankelijkheid is. Maar wat ik bedrijven zou adviseren is, ja, ga eerst nadenken, welke AI-systemen heb je allemaal in je organisatie? Want dan moet je weet ik het? Weet ik dat ik ze heb? Exact. En wat is de definitie? Maar ook daarna nadenken van, het is veel meer dan alleen maar AI. Want wat heb je nodig voor AI is data. En laat het nou precies zijn waar heel veel bedrijven nog mee bezig zijn, met het goed opslaan van data, na te denken over hun data. En dat moet je wel allemaal gaan doen, want je moet die transparantie en informatieverplichting doen. En dat gaat ook over waar je data opslaat. Is het persoonsgebonden data? En er komt ook weer de AVG om de hoek kijken. Ja. Dus het is een hele kettingreactie die denk ik los gaat barsten. Ja. Kim van Sparretak, welke sectoren moeten extra opletten volgens jou? Ja, want een gewoon klantensysteem, dat gaat hier niet onder vallen hoor. Het gaat echt over systemen die op een manier worden gebruikt dat echt hoog risico heeft voor mensen en milieu. Dus als jij een systeem hebt dat ervoor zorgt dat je kerncentrale niet ontploft, of een systeem hebt dat wordt gebruikt in juridische processen die natuurlijk heel zwaarwegende gevolgen kunnen hebben,
dan val je onder deze wet. Dus ik zou echt eerst, als ik een bedrijf was, zou ik eerst echt even goed kijken naar die hoogrisicokwalificatie. Van, oh, werk ik als bedrijf in die categorie? En dan zou ik echt even goed gaan kijken. Maar voor eigenlijk voor een heleboel systemen vragen we helemaal niet zoveel, behalve een bepaalde hoeveelheid van transparantie. En dat je laat weten dat je een algoritme hebt gemaakt. Okay. Dus ik denk dat niet elk algoritme en niet elk AI-systeem gaat eronder vallen. Dus ik denk niet dat het elk bedrijf nu direct impact gaat hebben. Tot slot nog even, Kim van Sparretak. Het is sowieso een interessante nieuwsdag voor tech-geïnteresseerden. Want in de Verenigde Staten heeft het Huis van Afgevaardigden gestemd over een mogelijk verbod op TikTok in de huidige variant. Omdat wordt gevreesd voor Chinese spionage. Hoe kijk je daarnaar? Moet de EU dat voorbeeld misschien volgen? Ja, het zou heel makkelijk zijn om te zeggen, ja, boe, TikTok. TikTok is geen leuk bedrijf, ik ben ook geen fan. Maar ik denk toch dat dat echt niet de manier is waarop wij dat doen in Europa. TikTok heeft een heleboel problemen. Inderdaad, kans op spionage. Sowieso het tracken van mensen. Ze zijn ontzettend verslavend. Ze verspreiden ontzettend veel desinformatie. Maar een heleboel van die dingen doen heel veel grote techbedrijven en andere sociale media platforms ook. En ik denk dat het goed is om je te realiseren dat in de VS hebben ze bijvoorbeeld geen goede privacy-wetgeving. Hebben ze geen regels voor hoe die bedrijven zich, die sociale mediabedrijven zich een beetje moeten gedragen. Dus ik denk dat wat wij doen, gewoon regels stellen. En ik denk dat als wij gewoon op een gegeven moment op een punt komen van, we hebben gewoon genoeg regels om te zeggen, TikTok mag niet meer, dat je het op basis daarvan verbiedt. Maar gewoon zomaar één bedrijf verbieden, ik vind dat toch niet helemaal passen bij de manier waarop we in Europa regels hebben. Want we willen het systeem veranderen van die grote techbedrijven die ons allemaal proberen te manipuleren, en niet gewoon één techbedrijf verbieden. Maar spionage luistert in de regel niet naar regels. Ja, wij hebben dus al meerdere keren gehoord inderdaad van dat er kans is op spionage vanuit TikTok. Maar daar is eigenlijk nog steeds niet heel duidelijk bewijs voor dat dat echt zo is. Ik denk zeker als het blijkt dat het gewoon spyware is die iedereen op zijn telefoon heeft staan. Als dat gewoon bewezen is, doei TikTok. Maar dat is tot nu toe nog niet echt bewezen. Dus ik denk echt, ik zou echt een groot voorstander van zijn om al die grote sociale mediabedrijven, inclusief TikTok, even door een hele grote scanner te halen en echt te kijken van, op welke manieren zijn die echt, is het gewoon gevaarlijk en wegen de negatieve elementen niet meer op tegen de positieve elementen van sociale mediaplatforms. En op basis daarvan dit soort beslissingen te nemen, maar gewoon zeggen, we vinden TikTok een spannend bedrijf, Oké. Ja, ik weet niet. Het is niet mijn manier, want ik vind toch echt dat er zijn hele fundamentele dingen die we moeten veranderen in de manier waarop die grote techbedrijven werken. En met één bedrijf verbieden, los je dat niet op. Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.